Het Rooms-Katholiek Bisdom Paramaribo krijgt er 3 diakens bij. Zondag werd in de kathedrale basiliek Sint Petrus en Paulus diaken Nelson Pavillon ingewijd. En morgen en zaterdag valt die eer te beurt aan Marius Gallon en Rudy Anossé. Het schap van Paramaribo Karel Tjuni zegt dat de diakens vanwege de pandemie niet in 1 dienst kunnen worden ingewijd. Het diakenambt is deel van een drievoudig ambt dat bestaat uit de bisschop, priesters en diakens. Voor de diakens is voornamelijk een diaconale taak weggelegd, zegt Tjuni. Zij zijn in het begin, als we de Bijbel lezen, door de apostelen ingesteld, omdat zij de priesterlijke taak uitoefenden. En er waren weduwen en wezen die achtergesteld werden. En toen hebben de apostelen besloten om 7 mannen te kiezen om hen bij de ondersteuning van de weduwen en de wezen van het diaconale werk bij te staan. Dus de diakens zijn eigenlijk de directe medewerkers van de bisschop om de diaconale taak te vervullen. Maar ze hebben ook een liturgische. En in de Eucharistie lezen zij de evangelielezing. En zij mogen ook het doopsel bedienen. En zij mogen ook assisteren bij het huwelijk. De diaken zullen op verschillende plekken in het bisdom worden ingezet. Zo zal Pavillon worden ingezet bij de Sint-Alfonskerk, maar zal ook de gemeenschap van Davisbuiten bedienen. Bisschop Tjuni gaat in op de werkzaamheden van diakens Gallon en Anossé. De heer Marius Gallon die zal bij de basiliek worden ingedeeld, Petrus en Paulus. Okay. Maar hij heeft als achtergrond dat hij penitentiair ambtenaar is geweest. Dus ook zal hij aandacht hebben voor gevangenispastoraat. Ja. En ik heb ook nog geen legeralmoezen hier. Maar dat zal misschien te veel worden. Ik hoop echt dat ik ooit weer een legeralmoezen hier. Dus een priester of een diaken die in het leger is. Okay. En dus de geestelijke zorg voor de manschappen heeft. En de heer Rudy Anossé, die gewijd wordt zaterdag, die wordt toegevoegd aan de parochie Heilige Familie. Want de Heilige Familie en de Fatima parochie die zijn onder 1 pastoor. Mm-hmm. En daar zal hij diaken Waterberg en pater Hoei gaan assisteren. Voor wat betreft het priesterschap is op dit moment slechts 1 persoon in opleiding. Bisschop Tjuni hoopt dat meerdere personen zich geroepen zullen voelen om dit ambt te gaan vervullen.